It's all I wanna do. Yo, wat is dan? Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag hebben we voor jullie een video bij, ja, op Call of Duty die bijna niemand maakt. Want niemand maakt gebruik van de Paint Shop eigenlijk. Want ik heb bijna nog geen enkele video gezien van iemand die een Paint Shop maakt. Ik heb er al een paar gemaakt. Maar laten we eens kijken wat je allemaal op de CUDA kan doen bijvoorbeeld. Nou, als jij Supply Drops opent, kan je bij de Black Market dingen krijgen die je zoals je hier ziet op je CUDA kan doen. Dus je kan gewoon emblems op je wapen zetten, et cetera. Maar je kan ook je eigen camo's maken. Dus stel, we hebben hier heel mooi dit vlak zo. Even helemaal zo wit laten worden. Dan kan je hier even kijken, je materials pakken. Zoals je ziet, kan je hier gewoon allemaal gekke dingen ermee maken. Zie je? Dus je hebt hier gewoon. Ja, ik weet even niet hoe ze heten. Maar hier heb je allerlei dingen waar je eigen camo van kan maken, natuurlijk. Dus ik weet niet wat ik nu aan het doen ben, maar deze beweegt dus. Het is hoe ver je inzoomt, geloof ik. Kijk, je kan dus heel ver inzoomen. Totdat je echt heel groot van deze dingen hebt. Nou, je kan echt heel ver inzoomen. Moet je maar kijken. Ziet natuurlijk best wel gaaf uit. Als je het zo hebt, zo. Maar ik kan bijvoorbeeld ook deze en dan heel ver uitzoomen. Of ben ik juist aan het inzoomen? Voor mij ben ik nu aan het uitzoomen, ja. Maar je kan dus allemaal van die dingen doen. En ja, hier heb je dus natuurlijk gewoon de camo van eigenlijk LEA. Want LEA heeft natuurlijk zo'n kleur op zijn kanaal. Dus als ik LEA was, zou ik gewoon deze kleur pakken zo. En dan dit op zijn wapen proppen. Maar ja, ik ben geen LEA natuurlijk. En weet je dat? Ik heb natuurlijk Diamond Submachine Gun. Dus wat ik dan gewoon doe, is gebruik Diamond Submachine Guns. Maar ja, kan ik dus allemaal gekke dingen doen qua emblems op je wapen zetten natuurlijk. Je hebt hier de M8. Hier heb ik al een soort van benzine M8 gemaakt. Verder rest heb ik helemaal niks gemaakt. Want zelf vind ik het ook gewoon bullshit om dit te maken, want wat ik wil is, ik wil als ik één ding maak, wil ik het op alle wapens hebben en dat heb je niet hier, want je moet dan voor elk wapen moet je het opnieuw maken. Stel dat je voor één fucking ding al 2 uur bezig bent, dan moet je dat nog een keer doen. Maar je hebt ook de gunsmith, dan doen we wel gewoon Cudi, noem hem Cudi, oké, we noemen hem in plaats CUDA, noemen hem de Cudi. Zo, oh kut, ik kan geen R2 klikken. Want ik heb mijn R2's kapot. Kak. Ik kan geen variant kiezen. For fuck's sake. Ah, ik moet wachten met Dark Controller. Dus dit kan ik dus niet laten zien. Maar ja. Jongens. Als je iets van de Gunsmith hebt gelaten, laat dan even in de comments weten. Stuur het naar me toe op Twitter. Dan wil ik wel zien wat jullie allemaal op Black Ops 3 kunnen maken. Bedankt voor het kijken in deze video. Laat je blauwe duimpje omhoog achter. En ik zie jullie morgen bij een gloednieuwe video. Dus bedankt voor het kijken. En tot morgen, jongens. Doei.